Eva, jij bent de spreker op het congres Huiselijk Geweld. Maar jij sprak over seksueel misbruik. Wat is de relatie wat jou betreft tussen huiselijk geweld en seksueel misbruik? Nou, ik heb op het congres over huiselijk geweld over seksueel misbruik gesproken, omdat er een verband is tussen beide. Dus mensen die huiselijk geweld meemaken, die hebben meer risico om misbruik mee te maken. En slachtoffers van seksueel misbruik hebben weer meer risico om in een huiselijk geweldsituatie terecht te komen. Eigenlijk eenvoudiger gezegd, interpersoonlijk geweld, interpersoonlijk trauma voorspelt een volgend interpersoonlijk trauma. Met name als dat onbehandeld blijft. Dus iemand die houdt problemen over aan de eerste traumatisering. En daardoor is iemand dan kwetsbaar voor de volgende traumatisering. Maar betekent dat dan ook dat als je als hulpverlener iemand bij jou krijgt die te maken heeft met misbruik of met huiselijk geweld, dat je eigenlijk altijd moet vragen of het al eerder is gebeurd? Ja. Als je iemand voor je hebt die mishandeld is of misbruikt is of huiselijk geweld heeft meegemaakt, moet je altijd vragen, heb je ooit eerder in je leven meegemaakt dat iemand bij jou over de grens is gegaan? Oké, dankjewel. Wat iets anders dat me opviel uit jouw verhaal is dat jij zei, hè, we hebben allemaal een heleboel lijstjes, waar moet je op letten, welke signalen kunnen wijzen op misbruik of op huiselijk geweld. Maar jij zegt, dat is allemaal leuk, maar de meeste mensen praten er eigenlijk nooit over, want je ziet het helemaal niet. Ja, wat ik heb geprobeerd uit te leggen, dat het proces van onthullen heel complex is. De meeste mensen vertellen er niet zomaar over. En de meeste mensen vertellen er of nooit over of pas als volwassenen. En er zijn allerlei redenen waarom mensen er niet over vertellen. Schuld, schaamte, angst voor wat er kan gebeuren als je vertelt. Angst voor verlies, angst voor wraak, angst voor victimblaming, hoe de anderen erop reageren. Dus we mogen daar niet te simpel over denken. Mensen gaan pas onthullen als ze echt heel veel problemen hebben en als ze denken dat het veilig is om te onthullen. En wij als omstanders hebben een hele belangrijke rol in het veilig reageren. Dus niet oordelen, niet beschuldigen, maar gewoon zeggen, joh, dankjewel voor je vertrouwen, wat kan ik voor je doen? En kunnen hulpverleners dan ook iets doen om te zorgen dat die mensen misschien eerder met hun verhaal naar buiten komen, waardoor ze er misschien later ook minder last van hebben? Wat je in ieder geval kan doen als je te maken krijgt met iemand die getraumatiseerd is, vragen of iemand daar nog last van heeft en vragen of iemand gemotiveerd is voor traumabehandeling, omdat door het herstellen van eerdere traumatisering iemand minder vatbaar is dat het nog een keer kan gebeuren. Dus daar moet je vooral op insteken, op herstelmogelijkheden en mensen ook hoop geven dat dat ook mogelijk is, dat dat kan. En als je dan iets verder voor in het proces gaat zitten, op het gebied van preventie, zijn daar nog stappen te halen? Het is wereldwijd, wordt er wel heel veel werk verricht op het gebied van preventie. Maar we hebben eigenlijk nog geen enkele interventie gevonden waarmee je cijfers van seksueel geweld structureel naar beneden kunt brengen. Het is natuurlijk heel goed dat we praten over seks met kinderen, leuke seks en niet leuke seks. Het is ook heel goed dat we kinderen helpen met weerbaarheid, seksuele weerbaarheid. Maar ook al ben je nog zo weerbaar en seksueel weerbaar, iedereen kan seksueel geweld meemaken. Ook iemand met een zwarte band in taekwondo kan seksueel misbruik meemaken. Dus daar moeten we wel voorzichtig zijn met het gebruik van die term.